Goedemorgen, welkom bij deze marketupdate van BNP Paribas. Amerikaanse markten bleven vlak liggen gisteravond. Beleggers halen rustig adem na de stevige opmars. Het wordt dan ook gewoon afwachten op de G20-meeting later deze maand. Tussendoor wordt de markt gestuurd door kleine nieuws. Vanmiddag bijvoorbeeld met de inflatiecijfers. De poging van Sprint en T-Mobile om te fuseren is nog geen gelopen race. Veel staten hebben moeite met de deal. Tesla liet tijdens de jaarvergadering weten snel met een pick-up te komen en de locatie van een Europese fabriek. In Azië worden de protesten in Hongkong steeds grimmiger. De Hang Seng stond bijna 2% lager vanmorgen vroeg. De Chinese beurs in Shanghai viel 0,7% terug. Inflatiecijfers lieten een stijging zien, waarbij vooral voedsel met bijna 8% fors in prijs steeg. Nikkei en Kospi-index waren zo goed als onveranderd. In Amsterdam duiden de futures wederom op een wat lagere opening. Koninklijke Olie verkoopt als onderdeel van haar desinvesteringsprogramma een raffinaderij in Californië en haalt er ongeveer 1 miljard mee op. Verder laat het haar dominantie in de LNG-markt zien door als eerste voor de kust van Australië een lading vloeibaar gas te verschepen vanaf het FPSO Prelude. ProBiodrug gaat definitief haar naam aanpassen naar Vivorion Therapeutics. Zo werd besloten op de aandeelhoudersvergadering. In de media is er na de problemen bij Hudson Bay weer veel aandacht voor de impact van online shoppen op winkelcentra en winkelstraten. Dat laatste heeft natuurlijk ook weer invloed op de vastgoedfondsen die vaak grote portefeuilles commercieel vastgoed hebben. De agenda is vandaag redelijk leeg. Om 1 uur hypotheekaanvragen uit de VS. Om 2:30, toch wel belangrijk, inflatiedata uit de VS. En later om 4:30 de olievoorraadcijfers. Bij de analisten is het ook nog redelijk rustig. UBS zet ING op kopen met een koersdoel van 14. ABN AMRO zet Nationale Nederlanden Groep op kopen met een koersdoel van 49. En Insinger zet SBM Offshore op kopen met een koersdeel van 20 euro. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.